Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Nee, wacht niet. Wij zijn huishouden. En net nog seks gehad. Gefeliciteerd met onze aller... Gefeliciteerd met onze demonvo. Hier is een soort namaakkoen. Mensen, houd die afstand vooral en was je handen. We moeten gaan. Ons favoriete bankzitter, eigenlijk van iedereen wel, is jarig vandaag. Rob. Nee. We filmen verder in de auto, dan leggen we het uit, oké? En wat gaan we doen dan? Wij gaan Koen belonen voor al het harde werk dat hij in het bankzitterskanaal heeft gestopt. Zoals jullie weten is Koen natuurlijk de persoon op wie we aangewezen zijn wanneer wij geld willen verdienen. Hij is wel de demagoog van ons groep. Volksmanager. Wij willen morgen op dinsdag opnemen voor een video van vrijdag. Ja, we weten het. Dat is weer heel kort dag. Het is een lastige periode. Want Koen heeft tentamens. Goeie, we hebben hem niet nodig. We hebben hem niet nodig. Dat, dat gaan we vandaag te bewijzen. Wat gaan we nou doen? Hij is jarig en wat gaan we doen? Nou, een cadeautje halen. Wat gaan we nou doen? Ik weet niet wat we gaan doen. We gaan toch een cadeautje gewoon voor hem halen? Gewoon een cadeautje. Ja. Kleintje. Kleinigheidjes. Een hele mooie dag bezorgen. Milo, hier zijn de sleutels. Ja. Het is de voorste. We moeten even controleren op schade, dat we niet achteraf genaaid worden schade? Met krassen. Als je nu een paar krassen maakt, dan kunnen we zeggen dat we er al zaten. Hier zie ik een deuk. Ja, ik heb hem al. Ja, ik heb een deuk. Die hebben wij niet gedaan. Dit is gewoon een ouderwetse deuk hoor. Dit is een klassiekertje. Kijk eens even. Maar waar ik me wel zorgen over maak, hè, Roel, hoe gaan we hier met z'n drieën? Doe open, kunnen de kijkers het ook zien. Maar hoe slaap je hier dan normaal in, Roel? Hierboven, daarachter heb je zo'n bed. Oh ja, dan kun je zo'n gordijntje naar beneden. Ja, dan zoek ik gewoon zo'n tankstation met zo'n grote parkeerplaats. Leuk, even een hoer. Het verdient prima dat je wil rijden. Op een gegeven moment ben jij de auto. Het is een verlengstuk van jezelf. Het is precies 12 minuten rijden en dan zijn we bij het cadeau van Koen. We weten dat Koen altijd nog een beetje boos is over het feit dat hij Duimpje had verzonnen. Ja, hij heeft echt verzonnen. En dat jij daar Duimpje merch van hebt gemaakt en voor je eigen gewin daar als geldwolf alles uit je zakje hebt geklopt. Klopt. En nu? Dus nu gaan we dat goed maken. Nu gaan we dat goed maken. Ja, we gaan een gigantische duim voor hem halen. Wat is een gigantische duim? Nou, het is een hele grote duim is dat. Een soort van Milo, maar dan een duim. Maar is dat zijn verjaardagscadeau? Een duim? Ja, nee, en we hebben ook nog wel een paar andere kleine verrassingen, maar die zien jullie later. Maar hoe krijgen we die duim ooit in ons huis? Nou ja, via deze bus. Die duim was 50 euro en die bonusbus is 100 euro om te huren. Heb je nog afzetten dingen op die duim, of niet? Nee, die duim. Heb ik niet geprobeerd. 46? Ik had 46 zelf geprobeerd nog wel. Maar. Marktplaats is wel echt een bron van zwart geld. Waarom laat de overheid dit toe? Rob Jetten, als je dit kijkt. Rob Jetten. Wat een duim zeg. Ik hoop dat die duim het haalt, ja. Bro, als je dit zo neer gaat zetten hier, dan gaat het heel die toko nee, door, jongen. Goed, als we luchten die rustig die ja, maar je hebt geen spanbanden toch? Als je rustig gaat rijden, dikke okay, lul 3 bier, het gaat hartstikke fout, jongen. Oh man, nee, past niet, nee. Past niet, past gewoon niet. Dit is net te smal. Heel voorzichtig rijden. Ik blijf wel zitten, ik hou hem wel beet. Dat is levensgevaarlijk, man. Doe maar niet. Ik zou dat niet doen. Straks hebben we 50 euro betaald voor die duim die kapot is. En die hele bus voor onbetaalbare schade aangebracht. Ja. We hebben wel radio 538 hier, hè. Chill, hè. Hard de drempel, drempel! Ga hard over de drempel, Roel. We hebben content nodig. Lichtje brandt, hè. Heb jij de deur niet goed dicht gedaan? Ik heb helemaal niet bij die deur in de buurt geweest. Dat is dus het probleem. Nee, ik denk dat het die deur erachter is, want die heb ik misschien niet goed dicht gedaan. Dat is denk ik mijn schuld. Ga eruit, nu, kan, het is rood. Ga eruit. Ik ga dat echt niet doen. Het is rood. Nee, ik ga dat niet doen. Het is echt gevaarlijk, hè, dit. Ja, maar ja, weet je wat het is? Waarom zou je nu ineens wel opgaan en net niet? Oké, boys, zijn we er klaar voor? Wordt eerst in volle glorie. Oh, wat een duim! Oh, jij staat er gewoon naast. Ben jij groter dan dat ding? Net iets. Geef wel aan hoe enorm groot dit is, jongen. Mij lijkt het nog steeds het leukste als we alles in zijn kast. Dat is toch stoffen. Weet je, dat moet er toch een keer uit. Als we dat eruit halen en dan die kast bij mij neerzetten tijdelijk. En dan. Maar dan ga je echt als een spullen zitten. Wil je zo ver gaan? Willen we deze ethische grens overtreden? Ja, het kan wel. Even een kleine throwback. Naar Robby's kamer verven. Dit is echt mijn ding. Een kast uit zijn kamer halen of iemands kamer roze verven. Ik weet het niet hoor. Ik heb even een plan. We moeten de dingen naar boven krijgen, maar het moet eerst even schoon worden, toch? Dus we gaan even schoonmaken. Ja. En we hebben nog wat andere dingen. Jij bent ook echt zo'n. Zak er doorheen dan, jongen, waar je nu op zit. Dag! Roel is een duimpie. Hey, je tief jij die bus weer weg, want doei. Ik ga hem schoonmaken en jij gaat een taart pakken. Ja? Lekker aan het soppen. Lekker aan het soppen net gisteravond. Het zit wel schoon nu, hè? Ja, het is wel heel schoon, jongen. Die was helemaal niet vies. Het is een heel schoon duimpje. Nee, het was wel een stofduimpje, ja, hoor. Het eigenlijk was een soort van dode meme, eigenlijk. Het komt wel weer terug. Als je hem schoonmaakt, is hij wel weer leuk, ja, maar... Okay. Eigenlijk koop mijn duimpje meer schoon nu. We gaan niet je duimpje meer kopen. Ja, maar wat ik nu aan het doen ben, is nu de duim dus even schoonmaken. Want je weet ook, een vieze duim moet je nooit, een vieze duim hebben. Dus wat je er ook mee hebt gedaan, altijd na afloop even schoonmaken. Koen is natuurlijk jarig, dus dat verdient natuurlijk een klein verjaardagstaartje. Okay. We hadden bij zijn vorige verjaardag, weet je nog, toen hij eigenlijk niet echt jarig was, hadden we echt een hele mooie besteld. Maar we hebben nu geen tijd, dus... We gaan er zelf een maken. Hij wordt gewoon zo'n cake, dus eigenlijk best wel skeer. Maar maakt niet uit. Nee, dus we gaan de boodschap die we erop gaan schrijven, weet je wel. Oh, we gaan schrijven ook? Ja, we gaan er wat op schrijven. Maar eerst gaan we gewoon even een simpel cake doen. Dit is gewoon, voor de kijkers thuis, die weten natuurlijk hoe dat werkt. En cake maken is uw basis. Dat is echt basiskunde. Oh, dit is op kamertemperatuur. Vloenk! Daarbij doe je natuurlijk, niet te vergeten, heel belangrijk mensen hiervoor. 100 gram suiker.
vorige keer kreeg ik kritiek vanuit de media en ook vanuit de medebankzitters dat ik het niet snel genoeg in de pan gooi. Dat doe ik nu dus wat sneller. Hoppa! Zo, ik heb nog geen tijd te verliezen, want Koen kan elk moment terug zijn. Klein vanillesuikertje voor de extra suikers. Oh, het moet wel gemixt worden. Maar ik kreeg ook kritiek vanuit de community dat ik de eieren er snel erbij gooide en dat heeft een kans op schifting. Oh, schifting krijg je? Ja, dan. En dan kan je schifting krijgen. Dus de vorige keer gooiden we 6 eieren tegelijk. Ja, niet zo snel. Ja, niet te wild. Ik denk dat er nu een eitje bij kan. Eitje? Ondanks de kans op schiften ga ik het gewoon doen. Eén eitje. Als je nu wel gaat schiften, jongen. In totaal moeten er 6? 2. Deze eieren zijn ook over datum, heb ik het idee. Kan dat? Zullen we nog een geheime ingrediënt erin doen? Dat ik niet weet. Zo'n snotje van Piet? Zo'n snotje van Piet erin doen. Nee. Zou dat mixen, denk je? Nee. Is het schiften? Nee, hè? Het is niet schiften, dit is perfect. Nou. Oh, het is schiften! Dit is schiften, hoor. Het is schiften, nee! Dit is echt schiften, hè? Nee, joh. Oh, what the fuck is schiften? Ja, niet ik veel. Dan mag jij het volgende klusje voor mij doen. Dat is deze inspuiten met de spuit. Lekker spuiten, ook de zijkanten. Denk aan die randjes. Die zouden we de vorige keer namelijk vergeten. Is je toch een aardig schift? Nee, nee. Dacht je even een schift te zien? Ik dacht even een kleine schift te zien. Dan gaat hij meteen de oven in, nu. Ja. Okay. Kan het in zo'n plastic ding gewoon de oven in? Ja, daar zijn ze voor gemaakt. Cakevormen zijn dat. Is dat een cakevorm? Dat is een cakevorm. Nee, maar dit is niet goed. Is het verneukt? Nee, dit is niet goed, hè. Maar ik denk dat we het weinig beslag hadden en ik zie heel veel schif. Dit is een soort Koens huid. Ja, exeem. Iets langer in laten zetten en dan gooi je het gewoon vol met glazuur. Ja, maar dat is, als je die glazuur eroverheen tieft, dan is het een soort, heb je het niet meer. Dan is het gewoon goed, weet je wel. Het is zo'n flinterdunne schijf met een beetje cake. We hadden gewoon te weinig beslag ook. Bro, dit is zo dun, hè, die cake. Maakt niet uit. Zo zien we weer mensen. Is dit wat? Is het een flip of niet? Werkt dat? Gaat hij dat nu breken? Leg dat bord erop dan. Ja, dat is perfect. Hoppa. Oh! Oh! Dat is best een mooie koek ook zo. Ik denk oprecht dat het best wel smaakt ook. Ja, dat is lekker man. Nee. Wat een goede koek is dit. Okay, mensen, we hebben het fondant. We gaan hem rood maken, want Koen is natuurlijk ook rood. Ik denk dat dit al heel veel is. Is het veel, ja? Wordt het roze? Ik wil het niet roze! Milo, change of plan. Het wordt roze. Zo, dit wordt oranje hoor. Dit wordt een soort diarree-achtig. Ja, dit is oranje. Ja, ja! Maar zou dit eetbaar zijn of zou dit echt heel erg smerig gaan worden? Dit is mooi oranje, zeg. Oh, kleurstof op de taart. Dit is geen taart, dit is een koek. Ik vind dat jullie dat heel netjes doen, joh. Dit is echt clean gedaan, man. Hij past gewoon door de deur. Hij moet hier komen, toch? Hij moet het nog niet zien, toch? Hij moet binnenkomen en dan moet hij het soort van nog niet zien. 129.000 likes, verloten wij de duim. We willen wel dat die duim moet gegiveawayd worden als Koen het niet meer wil. Dan kan ik hem brengen. Maar dan moeten er ook precies 45 reacties zijn. Meer telt dan niet meer. Meer telt niet. Oké, we hebben een kleine change of plans. Daar ging niet passen door die trap. We wilden die duim doen en zagen we al van ja, je moet hem kantelen en dan kan het misschien. Het kan niet, het is levensgevaarlijk zwaar ding, joh. Voel dat hout dan. Dus hebben we nu de oplossing. Hij staat gewoon in de tuin. Schitterend. Het is ook zo als Koen eventueel thuis komt, dan loopt hij gewoon de keuken in. Die echtering zo is trouwens. En hier zie je gewoon niks. Zo zie je hem ook niet echt. Je moet echt naar buiten. Als je hier even kijkt, zie je hem ook niet. En dan, oep, boem. Hij staat hier wel goed. Nu krijgt hij gewoon een duim die dan in onze tuin staat, waar we verder rest helemaal niks mee kunnen en willen. Ja, ja. Lekker dit zeg. Je hebt aardig wat rolletjes hier. Ik ga om die hele duim heen poppen. Ik moet wel zeggen, omdat we die hoekje hebben gemaakt, je ziet inderdaad niet dat het een duim is gewoon. Dat zie je echt gewoon niet. Gewoon het laatste tapie. Wil je nog wat schrijven op zijn taart? Wil je schrijven? Ja, wat moet ik schrijven? Ja, wat je wil voor Koen. Gewoon gefeliciteerd, liefste Ginger van Nederland ofzo. Oeh, dit wordt echt heel gedoe om dit schrijven. Doe je wel goed hoor. Ik zal hem laag houden. Het past nooit meer, ik kan ruimte op die taart. Hij is wel nice op zich. Ik hoop. Maar nu heb je nog ruimte, ik moet iets kleiner schrijven. Het is wel vet op zich, het is wel goed gelukt. Ik hoop dat je erin stikt. Ik hoop dat je erin stikt. Gefeliciteerd Koen met je kut verjaardag. Kut, dieve steen verjaardag. Wat jullie de afgelopen minuten hebben gezien, is wat echte goede vrienden voor elkaar doen. Daarom was ik gewoon lekker thuis. Fuck die gasten verjaardag. Nee, ik heb wel een leuke cadeautje voor hem geregeld, maar nou hebben we net het berichtje gekregen. Wat? Nou krijgen we net een appje van Koen dat hij vandaag niet meer thuis gaat komen. Dan hebben vooral deze mannen zoveel werk voor hem, hè? Koen, ik weet dat je dit ziet. Zoveel werk voor jou gedaan. En voor een meisje, denk ik, skip je ons gewoon. Ik word er gewoon emotioneel van, maar ik ga wel FaceTime, want ik heb hem nog helemaal niet gebeld. Dat doe je goed, je moet stemacteur worden. Ja, je stem slaat ook helemaal over. Zeg. Het is inmiddels 7 uur, nou zat ik net te kijken. Vorig jaar heb ik Koen om 11:55 s'nachts pas gefeliciteerd. Omdat ik was vergeten dat hij jarig was. Dus op zich ben ik dit jaar wel op tijd. We gaan even kijken progressie. Of hij opneemt op FaceTime, ik hoop het. Ga het niet doen. Ja, daar is die! Hartelijk gefeliciteerd, happy birthday to you, wat een lul zeg. Ik dacht, ik feliciteer jou gewoon face-to-face, hè, als ik je hier zie. Ja. Komt hij niet thuis? Dus ik dacht, ja, ik ga niet zo'n lame appje sturen, ik wil even bellen. Hé man, dankjewel, jongen. Hé, hey, proost op jou, hè. Ja. Ik had nog een cadeau voor je geregeld, maar dat krijg je nu gewoon niet meer. Cadeau? Ja. Wat
Ja, maar ja, krijg nou maar de tering. Fijne avond nog, genieten van, hè? Ja, is goed. Joe! Hij lag half naakt op bed. Dit is geen grap. Eigenlijk heeft hij wel gelijk, toch? Nee! Het regent. Ik wist dat het ging gebeuren. Oh, dit ziet er niet heel goed uit. Een soort natte tent. Mensen zeggen van, had hem nou verplaatst, want je wist dat er regen kwam. Nee. Nee. Zo werkt het niet, want het zat aan de grond getaped. En het tyfus ding wil ik gewoon nooit meer aanraken. Yo! Nee. Wat is dit nou weer? Een cadeautje voor jou. Een cadeautje voor jou. Maar wat is dit nou? Waarom bij mij de hele tijd? Die jarig was! Ik hoorde ook, ik kom ook binnen, ik hoor hem van, hey! Hij is nooit zo vrolijk. Hartstikke idee! Omdat je ook een bloedzuigende kakkelak bent. Hé, dit is wel echt. Wat kut dat je dat niet was! Dit is geen koek, dit is een taart. Jij gaat niks in. Ik hoop dat je erin stikt. Ja, dat heb Milo geschreven. Ik niet hoor. Helemaal niet aardig. Hey! Speciaal voor jou uit bed gekomen. Waarom kom je al om 5:15 ochtends thuis? Oh, gewoon lekker hè? Wat zeg maar is, wij hebben 10 mensen die dicht bij jou staan gevraagd om je verjaardagsboodschap in te sturen. Eén iemand reageerde. Er heeft toch maar één iemand gereageerd. Ja, echt. Dus dat laat wel zien hoeveel mensen van jou houden en hoe jij in het leven staat. Maar ja, dat wil ik. Het is niet realistisch. Yo, Koen, Brent hier. Gefeliciteerd met je verjaardag. Sowieso blijf Balenciaga streamen. Love. Ik had er niemand gereageerd. Ik had er gewoon niks aan doen. Nou, ik ben hier wel erg blij mee. Dit laat me helemaal jarig voelen. Dat was de dag na mijn verjaardag. Ongelooflijk. En blijven streamen. En dan hebben we gisteren met pijn en moeite en heel veel moeite. En veel pijn. Dit voor je gehaald en ingepakt en alles. Ik heb geen flauw idee wat het is. Zal ik hem openmaken? Ja, dan maak ik vanaf de andere kant maar open. Er zit niks. Ja jongen, ik vertrouw je toch voor geen meter? We maken het toch goed? Er zit gewoon een houten ding. Wat is dit? Haal het eraf, kom hier staan. Dan zie je het wel, als je hier komt staan. Je ziet nog niet eens wat het is. Oh mijn god, het is een duimpje. What the fuck? Wat ziek. Dit is voor het bedenken van duimpje. Dit vind ik echt heel mooi. Ik vind het echt leuk. Dankjewel, jongen. Je hebt geluk hè, dat hij de trap niet oppast. Rob is bijna jarig, mag je hem weer aan Rob doorgeven? Dat mag wel. Ik Zo. Vind dat jullie mijn kamer moeten terugveranderen in een Superman kamer. Oké, okay, nu vraag je. Ja, nu vraag je. We hebben hem. Ja. We hebben hem. Yes. Hou je bek. Dit heb je niet echt gedaan.